Nou, om het eerste gedeelte, dus hierboven en dit gedeelte in het midden te krijgen, maken we dus een div aan. Nou, dat is dus het eerste element wat je dus leert te maken. Een div is eigenlijk niet meer dan eigenlijk een vlak in HTML. Standaard eigenschap van het vlak is dat die 0% hoog is, 100% breed. Omdat die 100% breed is, mag er dus ook niks naast komen te staan. Dat is dus ook als hij smaller is dan 100%, dan mag er nog steeds niks naast staan volgens dat element. Dat kan soms best vervelend zijn, dat gaan we straks ook wel misschien nog uitleggen van hoe je dat kunt voorkomen. Nou, een div. Je schrijft het dus met het div van Victor, hè. En zo zet je hem dus neer. En je sluit hem dus ook af. En zoals ik al in daarvoor had gezegd, van een hele hoop elementen, die sluiten eigenlijk met dezelfde naam af, met een slash. Ja, dat is dus eigenlijk van Dreamer is het fijne dat hij dus dat ook doet. Nu is het zo dat deze div, ja, die heeft dus eigenlijk helemaal nog niks. Die heeft nog geen label eraan hangen om te zeggen van oké, deze eigenschappen heeft dit div-apparaat. Nou, als ik dit ga laten zien, je ziet hem hier in de Dreamweaver verschijnen met die stippellijn. Ja, dat is op zich prima. Alleen, ja, het is een beetje vreemd als je dit bekijkt in je browser. Dus dan zal ik hem even moeten opslaan. En dat is misschien ook wel een mooie gelegenheid om te laten zien hoe je kunt previewen in een browser. Je hebt hier dus een aantal knoppen staan. Hè? Daar kan ik je ook even laten zien wat dat betekent. Code is alleen maar dat je code ziet. Gesplitst is wat je see is what you get, wat ze noemen. Dus eigenlijk probeert hij te laten zien van hoe de site zou uit moeten zien. Vertrouw daar nooit 100% op. Waarom niet? Omdat het eigenlijk simpelweg gewoon, je moet het altijd in een browser checken. En een browser bedoel ik dus Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox. Ja, dat soort browsers, daar moet je het echt in gaan checken. Want dat zullen waarschijnlijk ook je gebruikers gebruiken. Die gaan niet met Dreamweaver een webpagina bekijken. Die gaan dus met die browser bekijken. En daarin moet je site voor proberen 100% zo eruit te laten zien zoals hij ook in het ontwerp uitziet. Nu is het zo dat als je in Dreamweaver, hij geeft dus hier aan dat er wel een vlak is. Dat is ook als je hem aanklikt, zie je ook dat hij dus dit stukje selecteert. Dat is dus een div. Die zie je hier dus wel. Als ik een preview, en dat kun je dus hier doen, met het wereldbolletje. En voor de PC-gebruikers zal het waarschijnlijk alleen Internet Explorer staan. Voor de Mac-gebruikers zal alleen Safari staan. Maar je kunt dus hier aan die Edit Browser List gewoon een browser toevoegen. En dan kun je daar ook in previewen. Ik preview de laatste tijd gewoon het meest in Chrome. Ja, omdat hij ook wel, ja, het is gewoon een fijne browser, vind ik. En ik merk ook wel dat het ook wel in populariteit aan het stijgen is, Chrome. Best wel veel mensen gebruiken het nu al. Maar ik zal hem eens openen in Chrome. Dus ik preview hem in Chrome, klik erop. Dan opent hij hem dus in die browser. En dat vlak wat je dus hier in Dreamweaver zag, dat zie je niet terug hier in de browser. En dat is een beetje vreemd, want je zou dat wel verwachten, dat die hier iets zou staan. Nu kun je met Chrome, als je rechter muisknop in je pagina doet, Inspect Element doen. En je ziet dus wel dat in die programmeertaal die div erin staat. Maar die div die heeft dus een 0% hoogte standaard, dus die is ook simpelweg niet te zien. Nou, hoe krijg je daar nou wat, dat die dus wel een bepaalde eigenschap krijgt? Nou, we moeten hem dus een breedte geven. En we moeten aangeven dat hij dus in het midden uitgelijnd moet worden. Want dat is eigenlijk wat ik wil gaan doen met die met dat div-blok. Ik wil daar eigenlijk een soort container maken voor dit bovenste gedeelte. Dus
dit gedeelte tot en met hier, dat dat in het midden staat en ja, dat het dus zo breed is. Nou, dat is ook wel handig van Photoshop. Je kunt dus heel makkelijk opmeten hoe breed iets is. Je maakt gewoon een selectie en dan ga je vervolgens naar Windows Info. Oh, wacht, nog een keer. Hij stond schijnbaar open. Info. En je ziet dus de breedte en de hoogte. Staat hier echter een comma-getal, ik zal het even laten zien. Kijk eens, centimeters of zo. Dan zijn het geen pixels. Pixels kunnen nooit halve pixels zijn. Dat zal Photoshop nooit aangeven. Dus als jij een comma-getal hier hebt staan, dan staat je ruler, dus je lineaal, op centimeters. Hoe krijg je dat weer naar pixels? Of hoe krijg je het überhaupt naar pixels? Een rechtermuisknop op die rulers, dus op die lineaal. En je ziet dus de meeteenheden. En we moeten dus pixels hebben. Nou, dan zie je dus meteen dat hier dus ook die maten veranderen. En je ziet ook dat het dus 950 pixels breed is, dit ding. Nou, met dat gegeven dat we dat weten dat het dus 950 pixels breed is, kunnen we dus dat ergens aan toevoegen. Nu moeten we echter wel een label aanmaken. Dus ik ga naar mijn style sheet toe en ik maak een label aan, oftewel een ID. En een ID maak je aan met een hashtag. Een hashtag of een hekje, ik weet niet hoe je het anders wil noemen. Mensen kennen het, die Twitter gebruiken, kennen denk ik wel. Nou, je begint met een hekje en dan typ je dus een naam voor je label, dus voor je ID. Omdat ik het een het is gewoon een container, dus ik noem het ook gewoon container. En vervolgens ga je dus een gekruld haakje openen. Een acculade, zoals ze het ook al noemen. En je sluit hem weer met een acculade. En daartussenin zet je dus de eigenschappen in. Je zag al dat Dreamweaver, toen ik hier al op enter duwde, dat hij al een hele lijst van suggesties aangaf. Van wil je deze eigenschappen misschien gebruiken? Nou, de eerste eigenschap die we willen aangeven is hoe breed het moet zijn. Nou, ik typ width. Dus dat is breedte voor in het Engels. En dat was 950 pixels. Nu is het zo dat als je 950 neerzet, moet je daar ook aangeven dat het pixels zijn. En hoe geef je dat aan? Om daar gewoon aan vast te typen px. Het is echter zo dat hij ook nog andere maateenheden kent. Bijvoorbeeld procenten kun je gebruiken. Je hebt ook EM's. Dat is gebaseerd op een soort basismaat en daar kun je dan op vermenigvuldigen of aftrekken. Maar pixels is eigenlijk prima in ons geval. En je sluit altijd een eigenschap, dus breedte, hoogte, kleur, witruimte omheen, altijd afsluiten met een punt komma. Dat moet je echt niet vergeten. Het is ook zo dat Dreamweaver je dan ook meteen aangeeft van oké, je sluit deze regel af. Wil je een nieuw element toevoegen? Let maar op. Ik zet een punt komma, druk op enter en je ziet meteen weer een lijst verschijnen van oké, wat wil je doen? Nou, als je dat echter niet doet, dus je haalt die punt komma weg, je drukt op enter, dan denkt hij nog steeds dat jij nog eigenschappen aan het typen bent voor de breedte. Dat moet je dus niet hebben. Dus altijd afsluiten met een punt komma. Nou, ik laat jullie nu even zien hoe je een element in het midden uit kan lijnen. Dat gaan we doen met een margin, zo heet dat. En ik kom daar later nog op terug hoe je wat een margin precies doet, want die zullen we straks nog vaker gebruiken. Margin wil eigenlijk zeggen van witruimte om het element heen. Nu willen we eigenlijk automatisch aan allebei de kanten van dit vlak evenveel ruimte hebben, zodat die eigenlijk het vlak zelf in het midden dwingt te staan. Dus stel je voor, je hebt, ik zal het even laten zien. Margin. En je kunt het dus... Je moet het dus noteren en het is eigenlijk even een ezelbruggetje wat je moet leren. Je begint bovenaan
En dan ga je met de klok mee. Dus als je een vierkant hebt, ik zal het even in Photoshop laten zien. Even snel een nieuw Photoshop document. Dus als je een vlakje hebt, zo. En je wil er witruimte omheen hebben staan met margin, dan begint hij altijd boven, dan rechts, dan onder en dan links. En witruimte is dus gewoon de afstand waar hij dan ergens vanaf staat. Als hier dus nog een vlak staat, dan duwt hij dus dit ding wat verder vanaf. Als hier dus een margin van 20 zou zijn, zou die 20 pixels naar die kant opschuiven. Wil je dit vlak 10 pixels van de bovenkant af hebben, dan is dus het eerste wat je neerzet 10 pixels. Ik laat het even zien in de programmeertaal. Je begint dus eigenlijk met boven. Nou, daar willen we dus eigenlijk helemaal niks mee bemoeien, dat hij zich wegduwt. Dus ik zet gewoon 0 pixels. Vervolgens wil ik dus rechts, zoals ik al aangaf, hè, het begin boven en dan met de klok mee. Dus boven met de klok mee. Dus dan heb je boven, rechts, onder, links. Dus boven niks. Rechts wil ik auto. En dat is eigenlijk het enige moment wanneer je auto kunt gebruiken. Alle andere gevallen, dus gebruik geen auto. Auto is eigenlijk alleen maar voor in dit geval links en rechts evenveel ruimte te pakken zodat hij het midden uitlijnt. Dus onthoud dat goed. Nu heb ik dus dit getypt. En als je het gewoon leest, is het gewoon oké. 0 pixels aan de bovenkant. Automatisch aan de rechterkant, 0 pixels aan de onderkant, automatisch aan de linkerkant. Nu is het zo dat een div gewoon 0% hoogte heeft, hè? En daardoor zie je het ook niet echt. Dus ik zal even wat tekst erin zetten en een achtergrondkleur geven aan deze container, zodat je een beetje gaat zien van oké. Hoe ziet het eruit? Want een transparant vlak, daar kun je natuurlijk niks van zien. Om een achtergrondkleur te maken, hebben we dus de volgende eigenschap. En dat heet background. Je kunt ook background color gebruiken. Maar background, je ziet ook wat voor opties je allemaal hebt. Background position, background image, background color. Background zonder het streepje of iets wat erachter staat, is eigenlijk de verzamelnaam van alles. Dus ik gebruik meestal ook gewoon die. En nou, dan geeft Dreamweaver al meteen een optie van oké, wat voor dingen wil je erin zetten. Nou, wij willen dus in eerste instantie een kleur erin zetten, dus color. En ik pak gewoon een kleurtje willekeurig, maakt niet uit. Dus nu heeft hij een achtergrondkleur. Dan zou je zeggen van ja, nou gaan we hem dus zien, hè. Ja, niet dus, want hier staat nog niks in. En wat nog het belangrijkste is, is dat je ook nog niet de koppeling hier hebt gemaakt. Je ziet hier dus wel de div staan, maar dit label wat we hebben aangemaakt, dat komt hier nog niet terug. Als ik dus wil dat dit ding de eigenschappen krijgt van wat hier staat, moet ik dit label daaraan hangen. Nou, hoe doe ik dat? Nou, dat label was een ID. Dus als ik achter de div sta, dus tussen het laatste letter en het driehoekige, wat is het haakje? Ik duw op spatie. Ik krijg je alweer een aantal opties die je erbij wil hebben, of die je erop kunt zetten. En wij willen dus een ID erop zetten. ID. En Dreamweaver herkent dat. Druk vervolgens op Enter. Dan zie je dus dat hij automatisch een is-teken en een twee keer een dubbele quote neerzet. Tussen die dubbele quote moet dus de naam komen te staan van dat label, van die ID. Nou, omdat we die al eerst hebben aangemaakt in die stylesheet, geeft hij al automatisch aan, hey, bedoel je bijvoorbeeld deze? Nou, in dit geval is er maar eentje in, dus is dat ook meteen de goede. En ik save, refresh en je ziet dus meteen. Oh, dat was, ik weet niet wat ik heb gedaan. Maar je ziet hier dus meteen dat het streepje nu groen is geworden.
Nou, dat is dus, dat kan ook wel kloppen, want ik heb hier dus een achtergrondkleur die groen is. Nou, als ik er vervolgens wat tekst in zet, bijvoorbeeld dit is een container. En ik refresh, dan zie je hier de tekst verschijnen. Dit is ook wel wat ze zeggen met inhoud. Nou, dit is in principe inhoud. Gewoon een stukje tekst. Nou, prima. Als ik dit dus ga bekijken in mijn browser, en je kunt dan weer hierop drukken, preview Chrome, maar als het goed is heb je hem ook gewoon nog hier openstaan en als je hierop refresh duwt, dan zie je dus dat die tekst plus die groene achtergrondkleur te zien is. En wat nog mooier is, is dat je ook ziet dat dit dus in het midden uitgelijnd is. De witruimte die hier en hier is ontstaan is precies evenveel, dus dit vlak staat gewoon in het midden. Nou, hartstikke mooi. Dit is al de eerste stap van de website. Hij lijkt al bijna op deze site. Oh nee, wacht. Dat is niet waar. Dat lieg ik.